Welke vormen van kunst denkt u dat de Surinaamse kunstkenners het meest aanspreekt? Onderbouw uw antwoord. Je moet weten, wij zijn de eerste generaties. Toen wij begonnen te proeven, was ik heel blij. Want dan kan ik extra saus voor mijn pachil kopen. Ik zeg het als een grapje. Maar je bent blij dat iemand het waardeert. Maar wij zijn de eerste. En de kunstkenner is ook de eerste. Wat de kunstkenner aantrekt bij mijn werken, is ze herkennen die emotie. En ze zijn blij dat het er is. En ze zijn nog blijer omdat het lokaal is gedaan. Ja, hetzelfde. De schilderkunst en de tekenkunst spreekt, denk ik, het publiek het meest aan, omdat het herkenbaar is. Het is ook makkelijk in het huis te plaatsen. Want een installatie kopen en in je huis plaatsen, dan moet je heel veel ruimte hebben. Nee. Want meestal zijn de installaties houdt, heel erg groot. Als je van iets houdt, ga je kopen. Die wil het hebben. Dat is inderdaad zo. Als je van het meisje houdt, ga je elke dag in die straat willen staan. En als je erin zit, ben je ziek. Dat is zo, dat is liefde voor iets. Ja, begrepen. Dus het heeft niks te maken met financiën of met ruimte. Een liefhebber wordt altijd aangetrokken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.